We staan in Ravenstein aan de Spoordijk en er wordt hier druk gewerkt. En iedereen die wel eens vanuit Nijmegen met de trein naar Os gaat, die weet dat de trein op dit stuk een stuk langzamer rijdt. En daar hebben al deze werkzaamheden mee te maken. En Joke van ProRail staat naast mij en die gaat vertellen ja, wat er nou eigenlijk allemaal speelt en wat er allemaal ja, gebeurt hier. Dat klopt inderdaad. We hebben namelijk hier in Ravenstein te maken met de DAS. En een DAS vindt het heel fijn om ergens lekker in een spoorteluut te graven. En dat heeft hij ook hier gedaan bij Ravenstein. Maar als zij, ja, je kunt natuurlijk wel nagaan, als zij allemaal gangenstelsels onder het spoor gaan graven, dan is dat minder veilig, want dan is de kans op instortingsgevaar. En dat wil je natuurlijk niet. Wanneer hebben jullie dat ontdekt? Ja, dat is al enige tijd geleden. We weten al een tijdje dat de DAS er zit. Ja, het is niet zo goed te zien, maar hier is dus gang. De ingang van een gang, hè? Ja, en deze is niet belopen, maar wordt in de gaten gehouden door het cameraatje wat op een paaltje staat. Oké. Dus wanneer er wel wat te zien is, dan wordt dat geregistreerd en dan komt die informatie bij ProRail. Ja. Op dat moment houden we heel nauwkeurig in de gaten wat hij allemaal doet. En daar controleren we natuurlijk ook nog het spoor, of het veilig ligt, of we nog veilig overheen kunnen rijden. We hebben wel gezegd van we moeten direct de snelheid omlaag halen. En daarom gaan de treinen hier met slechts 40 km per uur overheen. Vervolgens ja, moeten wij kijken wat dan ook de beste manier is om ook daadwerkelijk in te grijpen. En dat is nu. Heb je een idee hoeveel DAS'en hier eigenlijk zijn? Nee, hoeveel DAS'en er zijn, dat moet ook altijd nog even blijken. Maar we kunnen inderdaad wel zien dat er een hele familie zit. DAS'en die blijven ook met de familie bij elkaar. Wat we op dit moment aan het doen zijn, is dat je achter ons, kun je dat ook heel goed zien, dat we een kunstburcht voor de DAS aan het aanleggen zijn. Zodat hij zelf kan verplaatsen naar een andere plek waar hij geen gevaar meer kan vormen voor het spoor. Maar dat hij wel enigszins in de buurt kan blijven. Want DAS'en houden er ook van om niet al te ver weg te gaan. In eigen territorium willen ze graag. En is er iets te zien voor ons van die gangen of... Je kan dus nu zien, we hebben het taluut vrijgemaakt, hè, dus dat zijn best wel wat werkzaamheden. Dat is er in ieder geval voor bedoeld om er zometeen gaas tegen aan te leggen, dat de DAS ook niet weer terug naar binnen kan. Maar we lopen zometeen even een stukje verder, waar je dus nu achter ziet dat er een graafmachine is. Dat is de plek waar de kunstburcht daar komt te liggen. Dus dat kunnen we wel iets dichterbij mee gaan krijgen. Hallo, ik ben Nick, uitvoerder bij Molhoek CCT. De aannemer die voor ProRail de Dassenburg bouwt. En het taluut gaat voorzien van DAS-gas. Dus jij bent nauw betrokken bij dit hele gebeuren. En veel bedrijvigheid hier. Wat zien wij hier? Wat gebeurt hier nu? De mannen hebben hier ook een hap uit het taluut genomen. DAS-gas toegepast. Dat zorgt ervoor dat de DAS'en straks niet meer in het taluut gaan nestelen. En we gaan hier eigenlijk een kunstmatig huisje maken voor de DAS'en. De jongens leggen nu een drainage neer. Waardoor de DAS'en ook droge voetjes blijven houden. Oké, en ik zie het hier, hè, DAS'engaas. Waarom, wat maakt dit gaas ja, dat het DAS'engaas is? Het is een glad gaas, maar ook stevig, waardoor de DAS'en er niet meer doorheen kunnen graven en het taluut beschermd blijft. Ja, dan kunnen ze hier niet meer in. En het idee is dan dat ze daar naartoe gaan. In een kunstmatige burcht worden gresbuizen gelegd en eigenlijk kleine huisjes waar ze dan uiteindelijk een nieuwe woongebied van gaan maken. En die zullen daar rondomheen lopen, maar die kunnen niet meer het taluut in. Met deze buizen proberen we eigenlijk zoveel mogelijk echt een natuurlijke burcht een beetje na te bootsen. Dit zijn zogenaamde gresbuizen. Deze zijn geschikt voor dat er dus straks ook weer een hele laag nog bovenop komt te liggen aan grond. Maar het heeft ook met geur en dergelijke te maken dat het voor de DAS ook natuurlijk is om erin te gaan. Want het is natuurlijk, we willen hem zo meteen eigenlijk wel uit de oude burcht naar die kunstburcht krijgen. En met deze buizen is dat het best mogelijk dat ze dat ook gaan doen. En we zullen zo meteen ook nog even de kamers zien. Want ja, het zijn niet alleen maar gangenstelsels. Een DAS heeft ook echt kamers. En ook die bouwen we zoveel mogelijk na, zodat het comfortabel voelt met de DAS. We leggen daar ook allemaal wel natuurlijke materialen nog in, zodat het ook echt natuurlijk aanvoelt. Dus je probeert eigenlijk, hè, dat ze, ja, je wil graag dat ze in die nieuwe burcht komen straks. Maar je zegt van, ja, dan is het best mogelijk dat dat gebeurt.
Dus ja. Het kan dan ook zo zijn dat ze niet daarin gaan? Of hebben jullie eigenlijk niet die ervaring? Nee, de ervaring nu is dat het, met de ervaring die we hebben, zoveel is dat nog niet. Maar met de ervaring die we nu hebben, is dat, het inderdaad wel gebeurt. Maar uiteindelijk is het toch nog inderdaad de beweging die de das zelf gaat maken. En het blijft een dier. en onvoorspelbaar dus. Blijft even afwachten. Maar er staan er ook hele mooie huisjes. Ik noem het huisjes. Ja, dat zijn de kamers eigenlijk. Dus net zoals wij natuurlijk een huis hebben met verschillende kamers, heeft een das dat ook, met een kraamkamer onder andere. Tijdens de werkzaamheden komt er heel veel bekijks van de mensen uit Ravenstein en omstreken. Die vinden het heel interessant wat er of met de dassen gebeurt of met het taluut en het groen. En die komen kijken en die blijven eigenlijk meer op de weg staan. Waardoor we best wel een gevaarlijk risico op de overgang hebben. Waardoor we eigenlijk als aannemer en pro besloten om even een vakje te maken waar de mensen daar ook in kunnen staan. Het is een mooi uitkijkpost. Ja. Waar vandaan de mensen hier uit Ravenstein en omstreken, want er komen ook veel mensen vanuit overal vandaan hier op de fiets, goed kunnen volgen hoe jullie hier aan het werk zijn. En waardoor het ook belangrijk is dat ze niet in het werkgebied komen, voor de veiligheid. Het is mooi van een afstandje. En dan over een paar maanden, dan rijden de treinen weer gewoon, zoals altijd. Zeker. Naar Ravenstein.